Hallo beste kijkers en welkom bij deze nieuwe video. Je zag bij mijn weekend League Rewards dat ik weer genoeg coins had om een nieuwe toevoeging te maken in mijn team. Ik had dus de afgelopen tijd heel veel getest met icons en uiteindelijk kwam ik toch uit bij Butraguenjo. Een geweldige spits die heel goed was in wat hij deed, alleen waren er nog een paar puntjes die nog wel een beetje beter konden. Gelukkig had ik zijn baby variant gehaald en heb ik nu dus de iets betere variant, namelijk de 90 versie van Emilio Butragueño. Je ziet hem daar op de rechtercenter verdredigen, midpositie. Je kan hem ook in de spits zetten, maar door pure luiheid heb ik hem nog steeds hier staan. De statistieken die je hier ziet zijn niet bepaald representatief voor hoe hij in-game speelt, omdat ik... Helemaal heb moeten zwoegen voor deze man de reservebank, namelijk de Europa League. -ta. De weekly objective waarvoor je 10 wedstrijden moest winnen in Division Rivals met een doelpunt van een Bundesliga-speler. En dat was echt een enorm tergende objective, maar ik heb hem daardoor gehaald en ik moest daarom wel Butra Gwenjo iets meer op de achtergrond zetten. Vier doelpunten dus en twee assists voor 1.94.000 coins. In deze video gaan we een paar potjes doen in de weekend league, kijken hoe die speelt tegen de beste van de beste. ...in de Weekend League. Maar als je kijkt naar zijn stats op zijn kaartje... ...moet je al heel veel verwachten van deze kaart. Met normaal laag workrate, toch wel prima workrate... ...zodat hij niet al te snel moe wordt. Vijf sterren Bakbeen is een groot punt. De drie sterren skillmoes maakt me niet zo heel veel uit. Die drie sterren betekent dat hij alleen maar wat goedkoper zal zijn... ...dan wanneer hij vier sterren had. En ik gebruik toch zelden vier sterren skillmoes... ...op de Crocetta na en zo nu en dan een rainbow. Voor mij maakt het dus niet uit. De 5 sterren vind ik veel belangrijker... ...want daarmee kan hij dus heel goed met links en met rechts schieten... 1,68 meter, 68, misschien niet het allergrootste, maar zoals je ziet, heeft hij gewoon 36 springen en 87 nauwkeurigheid no no in de kopbal. Dus als het erop aankomt, kan hij best een balletje erin koppen. En zijn afmaakstats zijn echt subliem. Momenteel met Havik heeft hij 97 afmaken, en zodra hij zijn tiende wedstrijd heeft gespeeld, wordt het zelfs nog beter. 99 positionering, 94 schotkracht. Goede dribbelen, sterker nog 93 dribbelen en 90 balbeheersing. Ook hoge snelheid met 96 snelheid zo met de Hawk chemistry style. En al met al heeft hij dus alles wat je nodig hebt. Wat ik ook heel fijn vind aan spitsen is wanneer ze hoge passing hebben. 90 visie betekent dat hij van iedere kant op het veld een bal kan passen. Met ook 34 korte paas en 68 lange paas wat goed genoeg is voor een spits. Tartig effect is prima genoeg. Hij heeft ook het kenmerk geplaatste schot. Dat betekent dat er net iets meer draai zit aan zijn geplaatste schoten. Wat een heel erg Ondergeapprecieerd punt is wat sommige spelers hebben. Ik had het met Griezmann. En dat is het zo fijn wanneer ze toch iets meer curl geven aan die Financials. Want daardoor scoort er over het algemeen veel meer geplaatste schoten. Ik ga er nu een paar potjes Weekend doen. En kijken hoe Butra gwenjo het gaat doen. In deze aanval van vier verschillende sterren. Met Neymar, Mbappé, Royce en Buteray-Gwenjo zelf. Gaan we gaan kijken naar de eerste tegenstander. Vergeet niet alvast een video te liken. En dan gaan we maar eens door naar de eerste tegenstander. Mijn eerste tegenstander heeft een prima team. Met Player of the Month-Royce en ook die TAF variant. Kijk hoe zijn verdediging is. Ik ben heel benieuwd hoe deze wedstrijd gaat worden. We moeten hem best kunnen winnen. Butra Guanyo wordt de rechterspits in mijn 4-2-2-2-formatie. Mbappé komt dan linkerspits. En dan heb ik nog op de flanken Neymar en uh, Play of the Month-Royce. Goede aanvalslinie dus. Je gaat denk ik weinig corners winnen met Butra Guanyo. Ik zal proberen om deze video niet puur alles op hem te spelen. Maar zoals je ziet, zijn springen is wel goed. Maar het kopduellen winnen wordt wel lastig. Tenzij hij gewoon helemaal vrij staat. Dan is hij best in staat om een balletje erin te koppen. Komt Butra Gwenjo. Dan speelt bijna twee man uit door de beentjes. Maar het is toch niet een doelpunt. En dit is helaas uh, misbruik van het balbezit dat ik kreeg. Oké, okay, even kijken wat we hiermee kunnen doen. Door naar de aanvallers. Daar komt Butrek dan door naar Mbappé. Die kan hier schieten, uithalen. En de timing is niet goed. Maar het is wel een doelpunt van Mbappé. Net als onze Butrek geweldige aanvaller. En scoort hij zijn eerste doelpunt op aangeven van Butrek Wenjo. Wat ik ook best wel lekker vind aan onze Spaanse spits. Is dat hij ondanks zijn lengte toch wel best sterk is. En ook best goed de status op om balletjes af te pakken. Hij heeft voor mij best vaak gehad dat hij wanneer ik de bal prongelijk of op een heel suffe manier verlies. Dat hij het balbezit overneemt. Dat is een heel belangrijke statistiek. Dat heb ik ook met Inform Lozano. Ik gebruik hem nog steeds graag als supersub omdat hij ook heel goed is. Terwijl ik hier een slechte paas geef om balletjes af te pakken. Hij komt hier wel mogelijk met de voorzet. Even zorgen dat we goed blijven verdedigen. Dit valt niet onder goed verdedigen. En dan scoort hij hier eigenlijk de 1-1. Dat ik nog even warm moet worden met FIFA. Dit is mijn eerste potje van de dag. En Marco Royce maakt hier een heerlijk doelpunt. Oké, okay, Mbappé. Die paas kan lekker zijn. Kop. En nu door naar Butraguenjo. Is naar de rechterflank gegaan. Kijken of dat een impact heeft op zijn positionering. Komt hij via de flank. Kan mogelijk weer een paas geven. 84 korte paas. En het is goed genoeg. Want het leidt tot het tweede doelpunt. Opnieuw assist Doelpunt punt Mbappé. Je ziet hier het voordeel van hoge visie, hoge Pasen. Je bereikt hier zonder problemen Kylian Mbappé. Daar komt hij dan, Butra Gwenyo, met een mooie loopactie. Speelt zich goed vrij en kijk of de finesse goed genoeg is om hem te omspelen. Lukt niet. Ook niet al te best afgemaakt. Maar dat was ook een goede redding van De Gea. Ik had voor Butra Wenjo een aantal andere spitsen gebruikt. Ik had ook nog Crespo gebruikt en Van Basten. Maar ik merkte gewoon dat Van Basten en Crespo allebei meer van die enkele formatiespitsen zijn. Dus bijvoorbeeld uh, ja uh, 4-3-2-1 of zo. 4-3-3. Waarbij je één spits hebt die centraal staat en die ballen erin kan koppen. En ik ben toch al met al niet echt zo'n speler. Ik hou meer van een twee-spitsen variant. Waarbij ik met Mbappé bijvoorbeeld gewoon uh, de bal kan passen naar andere spits als Butragueño, En dat werkt voor mij stukken beter. Ik ben dus nu aangepast op de speelstijl van Butragueño, Het werkt dus super veel uh, beter. Dan voor mij voor die Targetman spitsen. Oké, je komen dan. Nee, Mark. Ziet daar heel veel ruimte. En hier kunnen we mogelijk gebruik maken van zijn 5 sterren wiegvoet. Gaan voor het fake shot door naar Royce. En dit is waar je dat overzicht van nodig hebt. Marco Royce maakt er heerlijk gebruik van. Scoorde 3-1. En dit was een belangrijk doelpunt. Want mijn tegenstander drukt op start. Mijn tegenstander heeft de wedstrijd verlaten. 1 schot op doel. 1 doelpunt. Prima marge van hem. Voor mij 7 schoten. 3 doelpunten. Wel, twee assists van Buterik Wenjo. We gaan kijken of hij in de tweede wedstrijd nog meer zijn stempel erop kan drukken. Met een doelpunt van hemzelf. We gaan door naar wedstrijd nummer 2. Mijn Tweede tegenstander heeft een goede mix met info-Brazilianen. Ook player of the man Lucas, wat een verrassing. En veel Premier League spelers met nog een snufje Calcio A. Of moet ik eigenlijk zeggen Serie A. We gaan kijken hoe deze tweede wedstrijd gaat worden. Hopen dat we hem ook kunnen winnen. Even kijken of de loopacties van 99 van Butragueno hier naar voren komen. Hij speelt die wel iedereen voorbij. Vijf sterren week, food. is het goed genoeg. Chesney kan hem wel stoppen. En ik wil het, denk ik, iets te mooi doen. Ik denk dat ik het iets te spectaculair wil maken. En iets te moeilijk ook voor onze spits. Kijk of het nu via een doelpunt in de kolen kan vallen. Oké, okay, Goretzka, kom op. Pasje. Dona, Butra, Gwenjo. er heel lekker. Kan hij ook zichzelf vrijspelen? Dat kan hij zeker. En dit keer een makkelijke afronding. Ederson kan er niet bij. Of Chesney moet ik zeggen. Ik weet niet waarom ik in mijn hoofd zit met Ederson. Doelpunt van Emilio Butragueño. Hij doet het simpel. Schuift hem buiten het bereik van de doelman. En hier is het eerste doelpunt van de Spanjaard. Zoals je al had gezien, heb ik ook de baby-variant gebruikt van deze man die in de bal is en die vond ik al heel fijn. Hij is op dit punt maar 700k op de Xbox en volgens mij op de PlayStation ietsjes meer met 730 of zo. Ik kan hem echt wel aanraden. Het is een geweldige kaart en doet niet heel veel onder van deze 90 variant, die net alles iets beter kan. Scores scoort zijn tweede doelpunt, maar dit is een geweldige icon. En als je niet zo heel veel nood hebt aan skill moves, is het de perfecte man voor de prijs die ervoor betaalt. Ook deze keer is de Raidsquid verbinding is verbroken. Twee doelpuntjes van Wenjo Heerlijk snel potje. En dat betekent de tweede overwinning in de uh, for Champions. wedstrijd nummer drie komt dan nu op het schema. En kijken of ook voor de derde keer de scheepsred kunnen halen. En dus ook de uh, overwinning naar binnen kunnen slepen. Iets beter qua team. Hij heeft de dus Player of the Month, Aubameyang, Asensio, Bale en Mbappé. Veel snelheid dus voorin. En het zijn denk ik wel enge aanvallen. Maar de verdediging moet er wat mee te doen zijn. Dit wordt hopelijk heel veel doelpuntjes voor Emilio Butragueño. Ik heb denk ik nog nooit gevoetbald tegen Socrates. Ik weet echt niet hoe goed hij is. Hij is voorgaande jaren altijd een heel goede centerback geweest. Maar nu heeft hij denk ik niet meer de snelheid die hij in voorgaande jaren had. We gaan kijken of dat impact daarvan groot is. Want dan zijn hij natuurlijk ook gewoon heel veel scoren met zijn snelle aanvallers. Ja, dan hoeft hij niet eens al te best te verdedigen. Hier komen dan Kim Pembe loopt daar zichzelf helemaal mooie positie. Kom Neymar, heeft er een kans op te schieten. En alleen de timing is niet perfect. Kunnen misschien alsnog er iets uithalen. Paas is wel goed. Ja hoor, Butrak Wenjo. En dan in de tweede instantie is daar weer het doelpunt. Dat is zich heerlijk positioneert. Timing niet perfect. Het doelpunt alleen een feitje. En dat is het belangrijkste. Hopelijk niet meteen score vanaf de aftrap. zou nogal jammer zijn. Helemaal als ik hier slecht aan het verdedigen ben hij meteen de 1-1 scoort. Ik stapte compleet verkeerd in. En hij scoort de 1-1 met de Aubameyang. Nee, Mark je de bal goed passen naar Mbappé? Dat kunnen we zeker. Zorgen dat we de bal in het spel houden. paasjes. Die zijn altijd goed van Butrag Wenjo. De timing alleen iets minder. Kijken of we een tweede stand kunnen krijgen. En dan is dit wel een grote mis. Want hij kreeg een goede kans. Met zijn linkerbeen. Maar het scheelt centimeters. Anders was het gewoon een doelpuntje. Hij loopt daar weer, hoor. Oh. Daar loopt hij dan. Butra Guenjo. Paas is ook goed van uh, onze beste man Royce. Paasje moet ook goed zijn op Mbappé. Timing is ook lekker. En het doelpunt is weer zoals in het boekje: Mbappé. Wat een doelpunt. En weer de assist van onze andere lekkere Spanjaard. Paas is goed. Kom op. En nu dan door. Dus CT. Lange paas is goed genoeg om Mbappé te bereiken. Kan hij 1-op 1 komen? Haalt goed uit. En met de groene timing ben je altijd verzekerd van een doelpunt. Heerlijke paas ook van onze Icon. En Mbappé maakt deze ook gewoon feilloos af. Heerlijk 3-1. Nou, Butrag Benjo, ga even voorstaan. Misschien kan ik dan een balletje naar je toe gooien. Maar het wordt wel moeilijk gemaakt als hier iedereen voorstaat. Butrag Benjo, kom naar voren. En dat deed ik dan toch door L1 te doen of LB. Dan kan je namelijk, zeg maar, uh, je eigen looplijntje creëren. Emile Butrag Benjo snapte wat ik wilde. Ging ervoor staan. Voorzetjes lekker. Kopbal onberispelijk. Doelman kansloos. En de tegenstander drukt op start. De derde keer uit elkaar dat de verbinding verbroken is. Drie maal een Mede door onze Spanjaard. Die ook alweer heerlijk aanwezig was in deze wedstrijd. Mooi resultaat mooie potjes, mooie doelpunten. We gaan even terug naar het team de laatste dingen te bespreken, maar ik heb heel veel goede woorden over voor onze Emilio Butra-Guenyo. We hebben dus drie snelle rage quits gehad en veel goalcontributies voor onze Spanjaard. acht doelpunten, zes assists in negen wedstrijden. nog één potje dan krijgt hij de loyaliteitsbonus en is dus nog het laatste extra chemistrypuntje van wat hij nu al heeft. dan krijgt hij nog een beetje bij bij shooting en dan wordt het nog beter dan wat hij nu aan het doen is. Ik zei dus al eerder in deze video dat de baby variant van Emilio heel erg goed is. Geweldige kaan met 5 sterren weak die eigenlijk alle facetten heeft die een goede spits moet hebben. Bar een klein beetje dribbeling met zijn 4 sterren skill moves. Hij is alleen heel lenig omdat hij klein is en daarom kan hij heel wakkelijk voorbij spelers lopen. En heb ik dus helemaal geen probleem ervaren met het feit dat hij geen 4 sterren skill moves heeft. Zijn weak vind ik veel belangrijker. Hij kan met links, met rechts, allebei de benen. Kan hij perfect schieten en zijn schoten wanneer oh die ze lost zijn ze bijna niet te stoppen voor doelmannen. Hij is een kleine moordmachine voor het doel. Hij maakt alles af wat je van hem verlangt. En hij kan zelfs een balletje erin koppen. Je hebt het gezien met zijn hoge springen en nauwkeurigheid, kan hij toch wel aardig wat kopduellen winnen. En dus ook ballen met het hoofd scoren. Al met al geef ik Butragueño een 9,5 uit 10. Hij was nog iets beter geweest als hij dan de 4 sterren had. En de iets hogere lengte en kracht. Maar ik vind voor wat hij moet doen perfect in de 2 formatie. En ik raad ook aan om hem te gebruiken. In een twee-spitsen variant. Dus de 4-2-2-2. De 4-1-2-1-2. Dat soort zaken. Want ik denk dat je voor enkele spitsen formaties be misschien beter af bent met Crespo of van Basten. Ik hoop dat ik jullie dus een beetje heb geïnformeerd met jullie iconkeuze. Van wanneer die beginnen aan een icon-spits. Laat me weten of jullie zelf Butrek hebben gebruikt. Hoe jullie hem vonden. En wat jullie dus ook met hem gedaan hebben. Of, en of dat jullie hem nog steeds gebruiken in jullie teampiece. Laat me vooral weten hoe of jullie de video leuk vonden met een like. En ook te abonneren als je dit gedaan hebt. En dan zie ik jullie bij de volgende video, jongens. Later